Wachten op de koningin. Wachten op Wilhelmina Helena Paulina Maria, prinses van Oranje-Nassau. In 1937 op de landbouwtentoonstelling in Hulst. Op 31 augustus wordt in die jaren haar verjaardag gevierd. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Koninginnedag voor het laatst op die dag is gevierd. Camille Plasgaard heeft de eer om de moeder des vaderlands die dag te ontvangen. Hij mag de notabelen uit de streek aan haar voorstellen. Plichtmatig worden vele handen geschud. Koningin Wilhelmina staat bekend als een erg formele dame. Ze is bazig, autoritair, staat ver van het gewone volk. Ze voelt zich een vorstin als door God geroepen. Ze heeft onder meer de taak om Nederland door twee wereldoorlogen heen te loodsen. Maar Zeeland mag haar wel. En Wilhelmina mag de Zeeuwen wel. Zo is een van haar vaste marechaussées meneer Ruyser, een Zeeuw. In Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog is het eveneens een Zeeuw die haar in een auto rondrijdt. Het is Guust Maas. Na haar troonsafstand zal ze in de PZC een advertentie plaatsen waarin ze laat weten dat een oudere dame woonachtig op de Veluwe een gezelschapsdame zoekt. En dan wel liefst een Zeeuwse. Op 15 maart brengt ze een bezoek aan haar vrienden, de Zeeuwen. Opnieuw wachten op de koningin. Vanuit Middelburg is ze met een duk naar Seroskerke gegaan. Haar aanwezigheid blijkt een grote troostende werking te hebben voor de vele oranjegezinde Zeeuwen. In Vlissingen praat ze uitvoerig met mensen die getroffen zijn door oorlogsleed. Het is burgemeester Van Woelderen die alles aandachtig volgt. Ook als de koningin niet lijfelijk aanwezig is, tonen de Zeeuwen hun oranjetrouw. Op 31 augustus 1938 bijvoorbeeld staat heel Oud-Vossemeer op zijn kop. Ze vieren het 40-jarige regeringsjubileum van de koningin. Deze Toolse gemeenschap is dagen in de weer met het versieren van straten en gebouwen. Iedereen doet mee. Als het dan eindelijk 31 augustus is, wordt deze feestdag voor het gemeentehuis geopend met het gezamenlijk zingen van vaderlandslievende liederen. Alle verenigingen, instanties en scholen doen mee aan de traditionele optocht.
En natuurlijk zijn er behendigheidsspelen op het plaatselijke sportveld. Voor de jeugd bestaat er dan nog geen Magnum, Cola, Mars of McDonald's. Ze zijn tevreden met een glaasje Ranja. ...31 augustus 1948... vieren ze de verjaardag van Wilhelmina in Axel die dag voor het laatst. Er is bijvoorbeeld een oorkonde gemaakt die door estafettelopers naar het paleis op de Dam in Amsterdam wordt gebracht. Iedere loper neemt 2 kilometer van de route voor zijn of haar rekening. Dit allemaal voor de koningin, de moeder des vaderlands en vooral die van de zeeuwen.